plaats. Slaap lekker. Ja, tot over 3 weken. Ja. Ik ga zo mee op de boot. Doei. Made in China. Ja. Ja, dat is niet. Het is de Chinese luifelconstructie. Ah, dan hangen de luifel. Ah, bol. Kijk, we zijn er. Oh ja. Ja, die gaat boven. Die gaan dus hier gewoon tussendoor. Met stokjes. Oh ja? Alles met stokjes, hè? Ja, met stokjes. Ja. Nee, je luidt zelf nog een hoop te bestellen. That's it. Oké. Zo kom je de nacht wel door, denk ik. Ja, met de ogen dicht. Dat komt helemaal goed. Zo. Nice. Nice. Yes. Ja. Bij wie? Hier gaat koffie. Ja, dat is het koffie. Ja, in een slootje. Pour le français, superbe. Super. Ja, ik weet ook wel. Hij woont vlakbij de plek waar volgende maand of over 2 weken die laatste wedstrijd is van de Franse Kampioenschap. Ik zit daar wel even heen. Maybe. Some like to go to Dakar. Yeah. You need to speak French, so get out. No. Now we all speak English. Yeah. And Spanish. With me on the Dakar, I will have one Spanish scrutineer, 2 Argentinians and 1 German. Okay. Yeah. I'm the only French guy, yeah. And so we all speak English. That works with the competitors. Yeah. Everybody. En precies, zeg maar 2 bar en 15-1 bar. En 15-1 bar staat die boven en die andere. Dus als alle meters er rechts onderin staan, is dat goed. Hoef je nooit te kijken. Oké, dat is wel slim. Dan hoef je niet helemaal naar de nummertjes te kijken. Het is gewoon of naar beneden. Of omhoog. En alles wat anders is, is not oké. Okay. Nee. En je het gewoon met een knopje aflaten en opladen. Ja, dat is heel simpel. Kijk, hier zie je die 4 meters. 2 hier, 2 hier. Ja, ja. Nou, hier zitten wel kabeltjes, maar hier heb je de meters voor de voorwielen, achterwielen. Dan kan je gewoon oppompen, afpompen. Maakt allemaal niet uit. Top, hè? Alles kun je doen. Ja. Wat heb je aan vermogen? Ze zeggen rond de 450 pk. Niet dat ik dat helemaal geloof, want als ik heb gereden, dan voelt het wel iets minder. Ja. Maar het is gewoon heel veel koppel vooral. Okay. En dat is heel prettig. Ja. Ja, het is een Chevy Small Block. Het is een aluminium blok, 6,2 liter V8. Dat is muziek. Dus ik hoef mijn eigen MP3 niet mee te nemen. Nee, mijn eigen MP3 heb ik altijd bij me. Ja. Leuk hoor. Ja, alles is gewoon 10 keer zo groot, joh. Ja. Verder valt het eigenlijk wel mee hoor, qua techniek. Hij zegt ook, als je tijdens de Dakar voor niks raakt dan, en je meldt het niet, dan kijken we er niet eens naar. Wat heb je nog bij in de auto zelf? Nog een draagarm bij of zo? Nee, we hebben niks bij ons. Hij zegt als een draagarm eraf ligt, dan heb je meer pijn. Je meer schade. Ja. Dan hoef je niet meer te doen. Nee, dan hoef je niet moeilijk te doen. Ja. Jeffries bouwt hem helemaal zelf? Ja, Jeffries bouwt ze allemaal zelf. Hij heeft ze nu een stuk of 20 klaargemaakt. En nu, dit weekend, rijdt hij de Baja met Robbie. Met Gordon. Ja, okay. En... die doen heel veel samen. En, Maar er is dus nog een klasse met een nog langere veerweg? Ja, 90 centimeter. Een score officieel mag 90. Wij mogen volgens mij 65. Oké. Okay. Ja.
Ja, je hebt helemaal niet door als je over hobbels gaat. Nee, dat is helemaal niet. Heb je echt niet door. Als je in de lucht hangt, heb je ook helemaal niet door. In Europa is het zo dat ze allemaal de auto's heel licht en al het gewicht in midden doen. In Amerika is het gewoon gewicht achter en in plané eigenlijk over die heuvels heen. Dus de hoek om, ja, dan gaat het echt niet. Nee. Echt niet. We hebben dat wel zoveel mogelijk getracht. Want wij hebben natuurlijk in het midden het blok en normaal gesproken hebben ze het blok helemaal achterin. Okay. Dus wij hebben echt gekozen voor mid-engine. Dus ja, hij zegt, oh, dat stuurt al een klap beter dan ik gewend ben. En wij vinden het nog steeds helemaal niks. Ja, dat is heel raar. Maar is het ook als je nou een hele... Ja. Omdat je gewicht achterin hebt en je maakt een hele lange jump, dat hij achterover gaat, wil? Of? Ja, altijd. Altijd voorbeeldjes in de lucht. Oké. Okay. Maar dat is de hele bedoeling daarvan. Het lijkt een beetje op rip varen dan. Ja, gewoon in plané creëren. Dat is wat ze doen. Dat is wel mooi. Over die hobbels heen. Nog had je Amerikaanse Fransman. God, hoe heet hij nou? Die heeft jarenlang met een pootruck gereden. Het is een bekende. Die heeft, ik weet niet hoeveel dakkers gereden. Met een pootruck. Dat is ook zonder voorruit. Weet je, ook zo'n. Oh ja, die heb je ook wel gezien. Die blauw-grijze gasten. Ja. Ja. Hoe lang ben je al aan het voorbereiden? Een goede 2,5 jaar. 2,5 jaar? Ja. Ja. Het komt niet vanzelf, maar als het dan eenmaal zover is, dan wordt het ook wel leuk. Alles zelf gebouwd? Alles. Ja. Heb je een team achter je? Of? Ja, we zijn twee vaste monteurs en een navigator, we sleutelleggen met z'n vieren. Voor de dakken gaat er nog een vijfde persoon mee. Maar voor de rest is het allemaal zelf. Wat verwacht je? Is er uitrijden de eerste keer? Voor ja, het wordt zeker uitreizen is gewoon het motto. Ik denk als dat is al een overwinning op zich als je ziet welke middelen wij er staan. Ja. Vooral als je budgetair gaat kijken. Dus dan is uitrijden zeker het motto. Geef eens wat specificaties van de auto. Wat voor motor ligt erin? 3 liter BMW M57 motor in. Rond 300 pk, 640 Nm. Drentversnellingsbak. Land Rover assen, wat hebben we dan nog meer, wat belangrijk is? Ja, eigenlijk de reigerdempers uiteraard, hè, want zonder reiger in Nederland kunnen we ook niet. Het beste? Ja, dus uiteindelijk wel hetgeen het beste en natuurlijk het makkelijkste qua service. Dus, en daarmee eigenlijk die basis, de hele aandrijflijn zit gewoon goed in elkaar en het is gewoon een taaie auto. En wat heb je er al mee gereden? Wij hebben Marokko Desert Challenge al mee gereden, 2 keer. Afgelopen keer een 9e auto overal, 3e diesel. Dus. De auto is competitief genoeg. In een Dakar is het een heel ander verhaal, want er starten natuurlijk al 30, 40 fabrieksauto's. Ja. Maar als wij daar in de buurt aan kunnen sluiten, achter, al is 20 auto's verder, vind ik het goed. Wat zei je nou? Hoeveel liter benzine heb je bij? 520.